Uit de top van een van de lichtmasten zag de eivolle kuip van het Feyenoordstadion er zo uit. Het was tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax in de Kuip op 2 november 1969. Fotograaf Vincent Mensel was erbij. Foto gemaakt ooit voor de NRC in 1969 over supporters in de Kuip. En deze foto is aan de firma InBev verkocht om aan de muur te hangen. Zo mooi op hun kantoor. Maar de bierbrouwer bewerkte de foto. Er werden bierflesjes van het eigen merk ingemonteerd. Daarna dook de bewerkte foto overal op als reclamemateriaal. En de rechter was het met me eens dat je niet zomaar tekeer mag gaan met iemands werk. Zomaar een beetje photoshoppen en dan zeggen tijdens de rechtszaak, ach, het was een ludieke ingreep in een bestaande foto. Dat zette bij mij de toon dat ik dacht, hier ben ik echt heel boos over. Want het is een soort denigrerend doen ten opzichte van de kunstenaar. De bierbrouwer moet tenminste 40.000 euro betalen aan Mensel. Daarnaast ligt er een dwangsom voor het geval de foto blijft circuleren zonder toestemming van de fotograaf. Deze foto hing in een aantal restaurants, skyboxes, cafés in Amsterdam en de rest van Nederland. En toen dat niet op een goede wijze geregeld werd, heb ik via mijn advocaat Ronald Fles een kort geding aangespannen. En zo is die legendarische wedstrijd uit 1969 nog eens extra gedenkwaardig dankzij deze foto. Geen woorden, maar daden. 2 minuten voor tijd verdient de overwinning.